De doelstelling van de centrale bank is de prijzen stabiel te houden. Daarvoor is het nodig dat de bank er invloed kan op uitoefenen. Maar ze kan de prijzen niet rechtstreeks beïnvloeden. Daarom neemt ze haar toevlucht tot een reeks ingrepen die vaak pas na maanden en soms zelfs jaren effect hebben. Dat lange en complexe mechanisme heeft een naam. Het transmissiemechanisme van het monetair beleid. Want inderdaad, het is één lange ketting van oorzaken en gevolgen.